we zijn nu op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom. De militaire begraafplaats. Veel van deze graven dragen de datum 13 oktober 1944. Deze datum is de Canadese militaire geschiedenis ingegaan als Black Friday. Op 13 oktober werd er een aanval gelanceerd door het Canadese Black Watch regiment op de versterkte posities van de Duitsers langs de Rijksweg Bergen op Zoom, Vlissingen, de Zeeuwsweg. Deze aanval werd 's morgens vroeg ingezet en na een tijdje afgeblazen. En 's middags werd deze weer hervat met gebruik van vlammenwerpers. Het mocht allemaal niet baten, de Duitsers zaten te goed ingegraven. En onder de Canadezen werden 56 slachtoffers. Black Friday was belangrijk voor Zeeland, omdat dit plaatsvond op de enige toegangsweg tot Noord-Beveland richting Walcheren. Van hieruit zou de bevrijding van deze twee eilanden plaatsvinden. Dit is voor mij wel een bijzondere plek. Ik ben in de loop der jaren hier veel geweest met Canadese veteranen. Voor die tijd waren het stenen met namen erop. Maar van verschillende van deze gesneuvelden weet ik nu meer. Het waren vrienden van bekende mensen voor mij. Van sommigen weet ik hoe ze gesneuveld zijn, waar ze gesneuveld zijn precies. Hoe hun familiesituatie was. Hun jeugd, ja. Je komt hier met die Canadese veteranen en die hebben hier allemaal vrienden liggen. Dus.